Lezen, dacht ik zo. Als er iemand niet thuis is, dan mag ik dit in de brievenbus doen. Die is loodzwaar. Vol die shit. Nou, ik heb het vermoeden ongeveer tot in zover. Dat vermoeden heb ik. Zover. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, het is al wel weer aan de late kant, maar ik heb andere dingen ook gedaan. Dus ja, ik heb was goed opgeruimd, ik heb was goed opgehangen, ik heb was goed in het droge gedaan. Dus ja, ik ben toch wel druk bezig geweest. En ja, ik had een rok aan, maar die heb ik toch weer uitgedaan, want het regent ook zo nu en dan. En ja, ik heb weer een lange broek aan. En daaronder, het is een dunne broek, daaronder heb ik dus wel even nog een legging aan, hè. Ja, dat kan je wel begrijpen, hè, want het is ook maar 13 graden. Ja, we gaan de winter tegemoet. Ze hebben het al over andere week al dat er nachtvorst gaat komen, dus ja. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag. De 14e van de 10e 2023 en we leven reeds alweer om 15:40. Ik ga zo mijn meisjes uitlaten en daarna ga ik nog een later klaarmaken voor nog de laatste dag te collecteren. En dan gaan we er weer vandoor. Ja. Dus ja, hoe en wat verder, dus ik weet het allemaal niet wat het dag verder ons nog gaat brengen. Of dat er weer onverwachte ziekte gaat komen, net als gisteravond. Ja, je weet het maar nooit wat er gebeuren gaat. Hé? Nee ja, meisjes. Dus ik ga dus eerst met de meisjes lopen en dan ja, hopen dat het droog blijft. En ook vanavond met lopen dat het droog blijft en dan zien we het wel weer. Ja toch? Bemoei je er niet mee, vliegen tegen een boom aan dan heen natuurlijk. Zelfs te klaksoneren, maar het mag eigenlijk niet meer, hè? Al jaren trouwens niet. Dat je gaat klaksoneren om te zeggen van ja, opschieten er binnen, want ik stap je te wachten, weet je, of wat dan ook. Dat mag tegenwoordig niet meer. Net zoals ook een trouwstoet. Mag niet geklaksoneerd worden. Juist met dat even zou ik zeggen ja. Je hoeft niet onnodig te klaksoneren, maar met een bruiloft, dat is een traditie, weet je. Net zoals wat ik zelf ook een traditie vind, als er een rouwstoet voorbij komt, wees nog zo beleefd om te blijven staan en je hoofd even te buigen en hey, beide handen vrij, ook je handen even zo gevouwen voor je houden en dan je hoofd gebogen. Is hij voorbij, kun jij ook weer voorbij. Want haastige spoed is zelden goed. Stop als er een rouwstoet voorbij komt en gedraag je een beetje. Leer je kinderen dat ook. Leer je kleinkinderen dat ook. Eventjes voor diegene die daar in die kist legt, je eerbied tonen. Eerbied aan de doden, werd er vroeger gezegd. Maar doden vind ik zo'n hard woord. Dan zeg ik liever eerbied aan degene die overleden zijn. Maar ook aan hun nabestaanden. Want die hebben enorm veel verdriet. En dat zal je zelf ook al gehad hebben. Dus neem daar de tijd even voor. En ook een trouwstoet behoor je niet te onderbreken. Wordt ook regelmatig gedaan. Rouwstoeten en trouwstoeten worden regelmatig onderbroken door jou of door jou of door jou. Omdat jullie zo'n haast hebben. Doe dat niet. Het behoort niet. Laat die stoet bij elkaar behoren. En ga het niet onderbreken en ga er niet tussen rijden of wat dan ook. Dat hoor je er ook niet te doen. Nee. Je hebt maar even geduld. Dat maar een paar minuten te laat. Maar ja, je moet daar gewoon rekening mee houden als je van huis gaat. Je kunt alles tegenkomen. Je kunt zelf ook
een ongeluk krijgen. Ja. Gewoon eerder weggaan. Ja, simpel. Maar oké, dat is eventjes een lesje van mij. Ja. Ga eerder van huis. En denk ook om een ander. En niet alleen aan jezelf. Van, oh, kom te laat, oh, kom te laat. Nee, dan krijg ik juist brokken. Dus hou rekening met elkaar. En denk om de trouwstoeten. En denk om de rouwstoeten. Heb eerbied. Ook voor die. Lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Gaan wij aan deze kant ook doen. En het zonnetje komt er ook alweer door. Dus ja, dan heb ik weer een lach. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Ik heb Karin ook al aan de telefoon gehad. Die is hier onderweg hier naartoe. Die zou gisteren al, maar ze heeft er verslapen gisteren. Nou, dat kan gebeuren, want dan heb je lichaam het gewoon nodig. Ja. Maar in ieder geval, ik heb er later weer klaar. Ik zal dat jullie even laten zien. Mijn meisje ligt daar, mijn andere meisje ligt even. Ja. Nou, hier ook. Daar zitten mijn kaartjes in. In deze tas. Die zit in een dubbele tas. Dat zijn gewoon kaartjes. Nou ja. Jullie kunnen dat nou wel lezen, dacht ik zo. Als er iemand niet thuis is, dan mag ik dit in de brievenbus doen. Geef het ook wel eens aan kinderen. Van, lees dat maar, dan leer je van. Daar staat de bus. De QR-code zit aan de voorkant. Oh, dan moet ik mijn stok er even weghalen. Even hier neerzetten. Huppata, draai maar. Draai maar. En daar heb je de QR-code. Ja. En ja. Als jullie deze film zien, dan is die QR. Ik ga dat ook wazig maken, denk ik. Of eventjes. Nou ja, want die doet het dan toch niet meer. Maar in ieder geval. Ik krijg meer geld erin. In het kleuvie, dan dat ik QR krijg. En hij zit dus vastgebonden met een riem. Ook aan mijn rollator, want dit is mijn rollator, dit is mijn mandje. Dus ook mijn rollator, daar zit hij helemaal stevig aan vast. Dus ja, hij kan geen kant op. Wil iemand hem stelen? Nou, mijn stok die staat normaal daarin. Hier in de houder. Dan hebben ze die stokken onder hun neus hangen. En als ik daar een beetje te hard druk, nou, dan kan je een kistje bestellen. Ja. Maar ik mag opkomen voor mijn spullen. En voor de brandhondenstichting. Ja. Dus we gaan er weer voor. En ja. De meisjes die zijn al uit geweest en die zijn lief. Die krijgen nog een cookie. Kijk, cookie hè. Cookie, hè? Moeten jullie nog een cookie? Cookie? Cookie, cookie? Rijka? Ook cookie? Niet van harte zeker. Maar je cookie? Hé, jonge dame. Wil je een cookie? Cookie. Daar, cookie. Ja, cookie. Alwin wil wel cookie, hoor. Jij wel cookie? Papa. Jij wel cookie? Jij wel cookie, hè? Nou, als het jullie blieft. En die laat het nog steeds leggen. Mal meisje. Hé? Ja, moet je nou knagen? Ja. Was het lekker, meis? Ja, hè? Ja, meer. Ja. Dus ja, dat dus. En al met al is het 19 minuten over 5. Ja. Dus wij gaan met die man. Wil je nog even omdraaien? Ja, we gaan met die banaan. En nou, mijn boel ligt hier klaar. Loop heb aan.
Oh, die was al aan. Maakt allemaal niet uit. Nee. Of was die nog aan? Dat kan ook nog. Ik zal hem weer even uitschakelen ook, want dat deugt niet. Uitschakelen even. Ja, zie je wel, hij was nog aan. Ik heb hem vergeten uit te doen. Hè? Kan dat nou? Ja. Ik heb hem vergeten uit te doen. Oei, 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 van het lopen met de meisjes. Dan ga ik hem nou weer aan wandelen. Ja. Ik heb ook snoepjes klaarleggen voor in mijn mondje. Voor mijn keeltje. En dan komt het helemaal goed. Dus ja, ik zeg gewoon, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En ik heb mijn mandje weer ontkoppeld. Oftewel, de bus weer ontkoppeld van mijn rollator. En die is loodzwaar. Hoe vol die zit? Nou, ik heb het vermoeden ongeveer tot in zover. Dat vermoeden heb ik. Zover of tot aan de rand hier ook. Hij is goed zwaar. Ook heb ik er een briefje van 10 erin zien gaan en een briefje van 5 voor de zoveelste keer. En een QR-code. Vanavond geen 1. Nee. Dus ja, we wachten het af. We horen het wel weer van degene die het telt en weer ophaalt. Ja. Dus, maar ik ben er wel weer blij mee. Ik heb wel het idee dat er meer in zit dan dat voor de dierenbescherming. Dierenbescherming was, vond ik niet veel. Maar ja, er waren ook veel die thuis. En ik ben niet iemand die blijft lopen om de mensen die niet thuis zijn. Want dan moet je dat ook nog noteren op een briefje of wat dan ook. Nou, bekijk het even. Het is vrijwilligerswerk. En ik blijf niet lopen. Niet zoals met mijn gezondheid. Ik loop ook nog steeds te kuchen en te blaffen en te doen. Dus ja, ik denk ook een beetje aan mezelf. En ik hoop dat ik nou een paar weekjes nog even rust heb totdat we de Alzheimer hebben. Want ook daar loop ik voor. Maar het was nou een harde wind. Ik kon er amper af en toe tegenin. Het was koud. En vooral dat ik me omdraaide weer terugweg van die straat. Want je loopt eerst de ene kant en dan de andere kant. Maar toen was het echt bizar hoor. Terug. Het leek wel alsof het was harder gaan waaien. En er waren er nog meerdere die zeiden van ja, het is ook harder gaan waaien. Ik denk, oh, nou ja, ben ik toch niet gek dan dat ik dacht. Dus ja, maar ik ben ook met het voelen wel tevreden. Als ik hem zo voel, ja, er zit best wat in. Voortaan, als ik weer een bus krijg, ga ik hem eerst wegen terwijl die leeg is. Dat noteren we. Dat laat ik jullie zien. En dan wegen als je klaar bent. Kijken hoe zwaar die dan is, dat ook noteren. En als ik dan het bedrag doorkrijg van degene die tellen moet, dat schrijf ik er dan bij op. En dan schrijf ik ook de naam waar ik voor loop. Zoals nou Brandwondenstichting. Maar ja, het helpt nou niks, want het is nou, ja, ik heb nou niet gewogen niks. Maar ik weet wel dat ik voor de dierenbescherming iets van even over de 100 euro totaal had. Met QR-code erbij. Nou ja, dat is niet echt bizar veel. Nee, had ik vorig jaar meer. Maar ja, dus leg eraan wat je lopen kan. En hoe je zelf bent, hè. Ja, vorig jaar heb ik wat afgesjouwd ook. En toen was ik ook gezond. Ja, en nou ja, ben je half om half. Maar oké, hij is zwaar. Laten we dat maar zeggen. Ik kan hem met één hand niet sjouwen. Als ik nou met de hand zou moeten lopen, als collectante, hou ik hem niet. Nee, en ik denk geen één collectante. Ik zou ook niet weten hoe ze dat moeten hebben. Als ze hem helemaal vol zouden stouwen. Dat kan je nooit sjouwen. Ik kan dat niet eens. Dus ik denk dat ze dan op een gegeven moment halverwege zeggen van ja, hallo, hij wordt me te zwaar, ik moet een nieuwe bus. Weet je, dat ze het zo doen, ik weet het niet. Maar ja, hij staat bij mij in mijn mandje. Ik hoef hem niet te sjouwen. Nee. Zo, maar in ieder geval, ik ga wel weer voor mezelf zorgen. Dus een bakje koffie. En ook wat eten en de televisie aan en een vlog in elkaar zetten. Dat is hetgene wat ik nou allemaal nog moet gaan doen.
En dan zien we wel weer wat de avond ons brengen gaat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer om van deze dag afscheid te gaan nemen en voor jullie. Deze dag ligt achter ons en dat was de zaterdag. Op naar de zondag. Ja, het is alweer tjoeketjoeketjoek, 2:16, 16 minuten over 2. Dus ja, ik ga hardlopen naar mijn bedje toe, want mijn oogjes die vallen ook bijna toe. Dus ik wens jullie ook allemaal een welterusten en een hele fijne liefdevolle nacht. Morgen is zondag, dus wie naar de kerk toe gaat, een hele fijne kerkdienst. En God zegenen en ja, wat allemaal nog meer. Maar in ieder geval zeg ik, keer op keer, God houdt over ons allen de wacht. En ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!